Leuk dat jullie kijken naar deze nieuwe weekvlog. Het is vandaag woensdag en ik zie gelijk dat mijn camera leeg is, dus dat is een lekker begin. Ik ga eindelijk weer een weekvlog maken. Terug van vakantie, al een weekje ondertussen. Maar er waren gewoon twee video's die nog online moesten komen, dus ik dacht ik skip eventjes een weekvlog. Maar ik ga vandaag weer lekker beginnen met weekvlog voor jullie. Ik ga zo meteen eventjes naar de stad, want ik moet eventjes een witte outfit hebben, want vrijdag vieren Biba en Zoe hun 21ste en 18e verjaardag samen. En het thema is wit. Ik heb wel een leuk wit topje. Ik wil eigenlijk eventjes een witte pantalon. Misschien zie ik een wit leuk jurkje. Dus daar ga ik even voor kijken. Dan rijd ik daarna naar mijn vader door. Moet ik even wat uitprinten. En dan rijd ik daarna naar Zoe toe. Want Biba is daar ook. En Jani ook. En dan ga ik helpen met de tent opzetten. Alvast voor vrijdag. Want het is nu gewoon heel erg lekker weer. Dus we kunnen het beter nu doen. Het is echt 27 graden vandaag of zo buiten. Dus ik heb lekker een kort broekje aan. Dit shirtje van Nieuw Amsterdam. Met dit op de achterkant. Shortje. En dan doe ik mijn toerallaars aan. Die heb ik echt al heel lang niet aangehad. Maar die vind ik wel leuk hierbij. Dus ik ga me eventjes klaarmaken. Okay. Vind ik wel leuk. Ik ga me eventjes verder klaarmaken. En dan ga ik naar de Zara toe. Ik ben terug uit de stad. En ik heb Zoe en Biba eventjes geholpen met de tent. Ja, die was er ook. Ze hebben me even met z'n vieren gedaan. We waren eigenlijk binnen 3 kwartier klaar. Super chill. Dus ik ben nu weer lekker thuis. 2 dingetjes gekocht bij de Zara. Ik ben geslaagd voor een wit outfitje, gelukkig. Maar ik zag ook iets heel erg leuks in het geel. Ik zal het schukjes allemaal even aan, dan kunnen jullie het ook zien. Maar dit is dus van de nieuwe collectie. En ik zag dit al op de site. En toen kon ik het in de winkel niet vinden. En toen vroeg ik het aan die vrouw dat ze het van achter laten komen. Dus ik ben heel blij dat ze hem hadden. Maar het is dus een heel leuk jurkje. En dan hier bij je borst is hij helemaal open. Ja, ik vond hem echt heel erg leuk. Leuk ook dat gele kleurtje voor de zomer. Ik heb deze in een S en was 39,95. En dan voor het feestje van Zoe en Biba is het thema dus wit. En zag ik in de sale dit witte jurkje. Die vond ik wel echt heel erg schattig. Die heb ik in een XS en die was afgeprijsd van 46 naar 36. Dus ging 10 euro vanaf. Heel erg schattig. Dus die doe ik vrijdag aan en ik denk dan met witte cowboylaars eronder. Of ik heb ook nog andere witte laarsjes. Misschien dat ik die eronder doe. Ik wil er eigenlijk het liefst deze laars onderaan. Maar ik weet niet of ze dat leuk vinden als ik iets van kleur aan heb. Aangezien het thema natuurlijk wit is. Maar dat ga ik wel eventjes vragen. Verder twijfel ik eigenlijk een beetje om naar het strand te gaan. Want Dagmar die zit er met een paar meiden. En Maria is er ook. Maar het is al 16:30. En ik weet niet tot hoe laat zij daar blijven. En er is nog eventjes iets wat ik tegen jullie wil zeggen. De afgelopen 2 maanden is er super vaak de vraag naar geweest. En onder video's zijn er verschillende speculaties gedaan. Als je dat zo wil noemen. Maar jullie hadden inderdaad gelijk onder de video. Het is inderdaad uit tussen Milan en mij. Het is nu 2 maandjes uit ongeveer. Ik weet niet, ik voelde in het begin helemaal niet de behoefte om dit echt via YouTube te delen. Ik heb sowieso onze relatie niet echt heel erg veel gefilmd. Af en toe kwam hij in de vakantievlogs en heel af en toe maakten we een extra video samen. Maar ook niet heel erg veel natuurlijk. Dus ik voelde ook niet echt heel erg de drang of de behoefte om het in mijn video's te delen. Maar goed, er is nu een tijdje overheen. We zijn nu 2 maanden verder. We hebben geen ruzie. Er is niks aan de hand. We spreken elkaar ook gewoon nog, want vioren doen we natuurlijk gewoon samen. Daar zijn we, vorig jaar deed ik het alleen, maar afgelopen jaar zijn we daar samen in verder gegaan. Dus ja, gewoon eventjes aankijken hoe dat gaat. Verder is er dus geen haat, geen ruzie, geen zieke verhalen of zo. We zijn uit elkaar, we waren 6 jaar samen. Dus dat is wel eventjes wennen natuurlijk, want je bent gewoon 6 jaar lang met iemand samen geweest. En we hebben het gewoon super leuk gehad altijd. En ja, ik heb ook nog foto's op Insta staan. Ik kreeg ook laatst een DM van iemand die zei van verwijder eens je foto's als het uit is. Dat denk ik is ook mijn keus, maar goed. Voor nu heb ik gewoon zoiets van, ik laat die er gewoon lekker op staan. We hebben gewoon een leuke tijd gehad, samen, altijd leuke dingen gedaan. En die foto's die horen daarbij, vind ik. Dus ik laat het er gewoon lekker op staan voor nu. Maar ik hoop dat ik op deze manier wel eventjes al jullie vragen en nieuwsgierigheid dingetjes heb beantwoord. Want het werd echt de laatste tijd onder iedere vlog gecomment. Ik kreeg er best wel veel DM's onder ook. Over. Wat natuurlijk ook logisch is. Maar ja, ik voelde gewoon nog niet echt de behoefte om het eigenlijk met jullie te delen. Dus bij deze wel. Dus dat wilde ik eventjes gezegd hebben. Verder weet ik niet echt wat ik nu ga doen.
Mijn Sakintos vlog is wel aan het uploaden. Kijk. Alleen duurt de laatste tijd zo lang, jongens. Hij is op 70% en hij moet nog bijna 3 uur. Dat zou betekenen 10% per uur. Nou, ik denk dat hij dat oprecht wel ongeveer gedaan heeft. Maar goed, die is er dus bijna. Deel 1, want ik ga dus 2 delen uploaden. Als jullie deze week vlog zien, staan ze allebei al online als het goed is. Dus ja, dat. Dit is dat gele jurkje van Zara. Op camera lijkt hij echt een beetje oranje. Maar hij is echt geel. Ik vind hem echt heel erg leuk. En ik dacht ook, leuk met deze zwarte laarsjes er dan onder. En een zwart tasje erbij. Kijk. Ja, ik vind dit heel erg leuk. Lekker voor vakantie, uit eten. Ik vind het ook mooi dat het dan hier zo een beetje bloot is. Ze hadden hem ook nog in het legergroen volgens mij. Maar ik vond deze gele wel heel erg leuk. In een esje heb ik deze dus. En dit is het witte jurkje voor het feestje. Alleen deze bandjes zijn echt veel en veel te groot. Dus die moet ik eventjes kleiner maken zelf. Of eventjes een knoopje inleggen. Maar ik vond deze wel schattig voor de verjaardag van die meiden. Het thema is natuurlijk wit. Dus ja, deze. Ik denk dat ik die bandjes zelf eventjes wat kleiner ga maken. Dat ik morgen gewoon even de Hema naald en draad haal of zo. Want het is echt gewoon, kijk even hoe groot stuk dit te groot is. Ja, niet oké. Oké, ik heb me over laten halen om naar het strand te komen. Het is al 5:30, dus ik ga niet meer voor het zonnetje, maar gewoon voor de gezelligheid. En die meiden zitten er ook. Dagmar, Angie, Hella, Sanne, Demi, Maria. Volgens mij zou Kes ook nog gaan, weet ik niet zeker. Dus ik ga er ook eventjes lekker heen. Ik hou gewoon dit aan. Niet heel boeiend, maar dan ben ik toch nog eventjes lekker verder buiten vandaag. Dus zin in. Lekker to get. Dag. Knock-out. Het is vandaag donderdag en het is best wel lekker weer. Want ze zeiden eigenlijk dat het vandaag heel dag zou gaan regenen. Het is tot nu toe nog best wel prima. Dus ik wilde eigenlijk eventjes dit Zara pakketje terugbrengen. Alleen ik kan echt nergens tape en plakband vinden. Dus dat is een beetje ruk. Dus eigenlijk moet ik dat eerst even halen. Heel irritant. Ik ga nog even een keertje door het huis zoeken. Ik heb vandaag eigenlijk niet echt een planning. Biba die komt vanavond eten als het goed is gezellig. Dus dat is wel leuk. En dan gaan we ook even naar de zonneboom met Dagmar met drieën. Want wij hebben morgen het feestje van Biba en Zoe. En op zich heb ik nog wel een bruin kleurtje van de vakantie. Maar ik vind het toch lekker om nog eventjes één keertje onder de zonnebank te gaan. Ik ga ook even een maskertje in mijn haar doen. Ik kan het gewoon niet uit zijn dat ik het niet kan vinden. Want ik dacht echt dat wij nog tape in huis hadden. Oké, nou ja. We hebben dus geen tape in huis. Geen plakband in huis. Dus ik ga denk ik eerst eventjes dat halen. En dan ga ik daarna dat pakketje op de post doen. Nou, het ligt er echt niet. Helaas, helaas, helaas. En verder vandaag weet ik eigenlijk niet echt wat ik ga doen. Ik kan wel nog eventjes mijn outfit laten zien. Dat is misschien wel leuk. Het is niet heel boeiend. En waarschijnlijk schrok als het gaat regenen. Dan trek ik ook weer wat anders aan. Maar ik heb dit shirt aan van Anine Bing. Zo schrijf je dat. En dit broekrokje van de Zara. En ik denk dat ik dan deze laarsje onder doe. Dat ik dat wel leuk vind. Ik heb deze echt al lang niet aangehad. Dat ding eruit. Ja, dit vind ik wel leuk samen zo. Heel leuk. Echt een tip als je zeg maar laarsje koopt en dit zit erin. Bewaar dit en doe dat erin als je je laarsje niet draagt. Want dan blijft ze langer mooi. Het is vandaag vrijdag en we hebben vanavond de verjaardag van Biba en Zoe. Ik ben net even naar de stad geweest, want Kirdy is geslaagd voor school. Dus we hebben met al die meiden eventjes een cadeaubon voor haar gekocht. En Zoe die was eigenlijk in december al jarig, maar we vonden het lullig om helemaal niks te geven. Dus voor haar hebben we ook eventjes een cadeaubon gekocht voor een nieuw dekbedovertrek, want ze heeft een nieuw bed. Dus we denken dat ze dat wel leuk vindt. Dagmar en ik die gaan helpen vandaag met klaarzetten en versieren en zo. Dus daar gaan we zo meteen naartoe. Ik heb al een hele grote tas gepakt met kleren, schoenen, make-up en dat soort dingen om mee te nemen. Dus wij gaan zo denk ik. We hebben de tuin versierd. Ik ga het straks allemaal laten zien. Het is echt
super mooi geworden. Ja, het is echt heel erg leuk met die banken. Ja. Nou, daar zijn we. En nu gaan we even lekker omkleden. Lekker klaarmaken. Nou, wij zijn klaargemaakt en al. Kijk eens, hier ons glitterballetje. Ja, kijk dit. Ja, dat had ik net ook in mijn gezicht toen ik aan het vlaggen was. Nou, heel leuk. Maar wij moeten in het wit. Nou, dat is wel gelukt volgens mij. Ja, toch? Ja, toch? Witte dan wit gewoon niet. Nee, ik doe een jurkje aan. Kijk, dan kunnen jullie hem goed zien. Die bandjes heb ik wel eventjes kleiner gemaakt, maar niks van te merken. Hoe heb je dat gedaan? Oh ja, nou, top toch? En ik mag deze schoenen aan, jongens. Nou, net aan, net aan. Ja, ik vind het leuk. Oh, oh, oh. Zo, je hebt ook iets roosjes. Heel leuk. Nou, kijk eens jongens, hoe leuk. Helemaal versierd. Hier een soort barretje. Daar gaat niks op de tafel zetten. Daar komt de DJ. Hier 21 en 18 met Zoe en Piba. Helemaal leuk. Echt 3 dagen later of zo. Nee, het is vandaag zondag. Gisteren heb ik volgens mij echt helemaal niks gefilmd. Vrijdag ook niet heel erg veel. Want toen heb ik natuurlijk geholpen met die meiden met opzet en klaarmaken en we waren er echt best wel lang mee bezig. Ik ga even op de standaard zitten. Ja, Dagmar en ik waren er denk ik rond 1:30 zoiets. En we waren echt pas om 5:30 klaar met versieren en alles klaarzetten. Moesten we snel eten klaarmaken. Nou, jullie hebben het allemaal wel gezien. Gisteren was een hele brakke, of nee, niet een hele brakke dag. Het viel op zich wel mee. Ik was 4:30 thuis. Ik had bij mijn vader geslapen, want dat was bij Zoe om de hoed. Dus dat was veel makkelijker. Ben ik naar huis gegaan en toen gisteravond hebben Biba en ik lekker High School Musical gekeken. Lekker nachos gemaakt. Het was gewoon echt even een hele chille zaterdag. En vandaag is zondag. Ik ben wel een beetje opgeknapt gelukkig. Ik ben niet meer moe of weet ik veel wat. We zouden eigenlijk Biba en ik vandaag naar Colorado gaan. Alleen ze is bij de wedstrijd van haar broertje kijken. Van haar broer kijken. Dus we weten nog niet of we dat gaan doen. Even kijken hoe laat ze terug is en of we er nog zin in hebben. Want we hebben allebei niet dat we denken... We moeten daar echt heen of zo. Maar goed, ik heb wel een heel erg leuk pakketje van Stronger Mope ontvangen. Er met allemaal leuke nieuwe items erin. En ik heb ook weer voor jullie een kortingscode. Dus ik dacht dus misschien wel eventjes leuk om aan jullie te laten zien op de zondag wat voor chille outfitjes ik heb uitgekozen. Ik moet zeggen, ik heb het sporten de laatste tijd best wel een beetje verwaarloosd. Dus dat ik terug ben van Sakintos. Daarvoor ging het echt wel goed. Daarna heb ik het een beetje verwaarloosd, maar vanaf morgen wil ik het weer gewoon helemaal lekker gaan oppakken. Dus daar helpen nieuwe sportsetjes zeker altijd bij. Ik heb voor jullie ook als het goed is een kortingscode. Oké, wat kortingscode is, komt eventjes nu in beeld. Want ik weet het nog niet, maar waarschijnlijk iets met Fleur 20, 20 Fleur voor 20% korting. Ja, het is best wel een tijdje geleden dat ik dit heb doorgegeven. Dus ik ben heel benieuwd wat hier in zit. Oh, ik zie badstof. Oh, dat vind ik heel lekker. Laten we eens kijken. Ik zie allemaal leuke kleurtjes, allemaal leuke dingetjes. Ik ga even beginnen met dit blauwe. Want ik zie echt heel veel blauw. En ik vind het echt een mooie blauwe kleur. Dus hier ben ik heel blij mee. Oké, even kijken. Ik zie allereerst een leggingsje, denk ik. Oh, ik hou van deze kleur. Zo mooi. Heel erg leuk. Gewoon een sportlegging. En ook weer met die twee banden op de... Op het been. Het is wel een nieuwe kwaliteit. Nieuw stofje. Voelt echt heel erg lekker aan. Ik heb deze in een maatje XS. Ik neem eigenlijk altijd al mijn leggings in een XS. En topjes in een S. En dat zit eigenlijk altijd perfect. Blauwe legging. En dan zit er ook een blauwe top bij. Volgens mij zit het ook wel gewoon lekker in chill zitten. Gewoon lekker aan te hebben. Niet per se dat je erin moet sporten. Oh, deze ziet er wel groot uit. Ik hoop dat dit past. Klinkt wel. Dit is het topje die erbij zit. Gewoon meer echt een sporttopje. Niet per se een sport BH misschien. Ja, ik vind niet dat ik heel veel support nodig heb qua stevigheid. Dus dan hier zou ik wel gewoon in sporten. Maar als je iets meer stevigheid wil, zou ik er nog een sport BH onder doen. Echt wel een hele mooie kleur. Deze heb ik dus in een S. En dan zie ik hier echt een heel erg lekker setje. Ook weer in die mooie blauwe kleur. Broekje heb ik in een XS.
Kijk even hoe lekker dit eruit ziet. Dat badstof. Ik hou dus echt heel erg van badstof. Mijn overtrek van mijn matras is dus ook van badstof. Omdat ik dat gewoon zo intens lekker vind. Dus dit leuke broekje. Ook echt chill om te vliegen, denk ik. En dan een bijbehorend topje erbij. Ook in een S. Ik hoop ook dat hij niet te groot is. Want hij ziet er best wel... Nou, ik denk dat het wel moet passen trouwens. Dit topje. Gewoon lekker om in te chillen. En op je rug heeft hij dus ook een kruis. Echt heel erg leuk. In een S. Volgens mij heb ik ditzelfde setje dus ook in het bruin. Althans, ik zie hier ook bruine badstofdingetjes, volgens mij. Ja, oké. Ik ga beginnen met deze. Volgens mij is dit hetzelfde broekje. Ja. Oh, leuk ook dat bruine. Mooie kleur. Hetzelfde broekje als die blauwe net. Maar dan in het bruin. XS ook. Dan heb ik hier nog drie bruine dingetjes. Oh nee, meer. Weer datzelfde topje. Hetzelfde topje als die blauwe daarnet. Heel erg leuk. En volgens mij zie ik hier een buckethead. Oké. Oh, wat grappig. Ik weet niet of dit mij staat. Je hoofd verdwijnt erin. Leuk. Voor naar het strand of zo. Lekker op vakantie. Leuk, leuk. En dan heb ik hier nog iets van badstof. Oh, dat is een blouse voor eroverheen. Kijk. Ook wel heel erg leuk. Ik zal de dingen even afzetten. Dus in hetzelfde badstof speel zo'n blouse eroverheen. Ook echt lekker om in te chillen, denk ik. En dan heb ik nog een paar dingetjes hier liggen. Even kijken. Dan heb ik nog een topje. In diezelfde bruine kleur. Althans, volgens mij is dit een topje. Ja. Datzelfde sporttopje die ik net in het blauw had, ook in het bruin. Heel erg leuk. Dan een grijs sportsetje. Ik vind grijs, maar dat blauw-grijze vind ik ook altijd zo mooi. Ja, kleur. Gewoon dezelfde als die blauwe net. Alleen dan in een ander kleurtje. Heel erg leuk. Ook weer in een maatje XS. En daarbij ook de sporttop. Gewoon weer dezelfde als die bruine en die blauwe. En dan heb ik nog een laatste setje. Ook weer hetzelfde volgens mij. Oh nee. Dit is een bikershort. Wel hetzelfde materiaal en hetzelfde spul. Alleen dan de korte versie ervan. In een XS. En daarbij een top, denk ik. Even kijken. Oh ja, een top met lange mouwen. Een crop top. Ook wel heel erg lekker voor als je bijvoorbeeld buiten gaat hardlopen of zo. Moet ik ook echt weer een keer gaan doen. Deze heb ik in een maatje S. Dus alle topjes in een S en alle broeken in een XS. Ik ga nu eventjes voor jullie alles aantrekken. Dan kunnen jullie even zien hoe het staat. En ik zal de kortingscode in beeld zetten. En alle linkjes zal ik ook eventjes in de beschrijving zetten voor deze sportsetje. Ik heb allereerst het blauwe setje aan. Hij zit wel echt super lekker. Ik weet niet of die heel erg doorschijnt. Of je dat kunt zien op camera. Volgens mij valt wel mee. Topje is wel een beetje aan de grote kant. Dus ik had er op zich wel een XS'je van kunnen nemen. Maar de broek zit wel verder echt heel erg lekker. Heel leuk. En die heb ik dus dan ook nog in deze grijze kleur. Precies hetzelfde setje. En dat topje heb ik dus ook nog in de bruine kleur. Dan dit bruine pakje. Ook dit topje is wel weer wat aan de grote kant. Had ik ook beter misschien een XS'je van kunnen nemen. Maar het broekje zit verder wel echt top. Echt een lekker setje. En die heb ik dan natuurlijk ook in die blauwe kleur. Maar ik heb ook voor hier overheen nog deze blouse aantrekken. Die is echt meer een pyjama natuurlijk. Maar je kan hem bijvoorbeeld ook nog een beetje zo in je broek doen. Ik weet niet of dit er leuk uitziet. Maar het is wel echt een heel erg lekker setje. Maar zoals jullie weten hou ik echt van badstof. Dus lekker. Dan alleen nog dit laatste setje. Dan dit laatste setje. En ik moet zeggen dat ik hier echt heel blij mee ben. Normaal vind ik bikershorts dus nooit echt heel erg leuk staan bij mij. Omdat die lengte dan net gek is. Of hij knelt echt heel erg af waardoor je echt van die worstjes krijgt. Maar volgens mij valt het met deze wel mee. En ik vind het ook lekker dat dan dat topje dan weer lange mouw heeft. Omdat dat broekje dan al kort is.
Dan is het niet zo extra bloot of zo, snap je? Heel erg blij mee. Dus dat zijn alle setjes van Stronger. Ik denk dat ik morgen gelijk wat aantrek als ik ga sporten. Even voor motivatie hebben om een beetje te gaan sporten. Verder nu ga ik eigenlijk niet heel veel doen. Vanmiddag ga ik eventjes langs Ro. Even een bikini eraf gooien voor Lynn. Alle foto's zijn binnen van de website. En ik heb net ook de inlogdingen gekregen. Dus als het goed is, kan ik nu producten gaan toevoegen op de website. Maar degene die onze website bouwt, die moet hem nog wel eventjes afmaken qua laatste foto's. Dus dat gaat hij als het goed is morgen doen. Dus ik hoop dat dinsdag de website online kan. Deze video komt vrijdag online. Dus dan is de website al live als jullie dit zien. Maar kijk. Wacht, het begint hier. Alle foto's van de shoot zijn binnen. Echt onwijs blij mee. Ik ga eventjes langs Rowan rijden. Maar ik dacht, de bikini heb ik hier thuis liggen. Want ik heb daar in die zak zitten een paar maatjes. Dus ik dacht, ik kan het zo eventjes laten zien aan jullie. Kijk, dit is dan de top. En deze QR-code kan je dan scannen. En dan zie je precies hoe jouw product gemaakt is. Heel erg leuk. Kijk, en hier is je broekje. En dan hier heb je een gat waar je echt de stof kan voelen en de stof ziet. Ik ben echt super blij mee met hoe dit is geworden. En als het goed is, als jullie deze video's zien, staan de bikinis en dingetjes al online. Dus echt super leuk, echt heel erg blij mee. Dus die ga ik nu eventjes bij Rowan afgooien. Dan kan Lindy daar ophalen. Ik ben vandaag echt best wel druk geweest. Ik heb ook echt niks gefilmd. Maar we konden eindelijk op de website en alle producten voor Fiore toevoegen. Dus dat heb ik eigenlijk heel erg gedaan. Duurde echt zo intens lang, want we deden het via een soort bepaald... Ja, in ieder geval, die website wordt met iets gemaakt en dat werkte niet. Duurde allemaal super, super lang. Dus dan konden we ook eventjes een tijdje niet op de website, omdat die jongen hem ging overzetten naar wat anders. Want we hebben de website laten bouwen, zeg maar, door iemand. Heel gedoe. Toen had ik alle producten erop gezet en toen waren alle foto's een ander formaat. Dus dat zag er echt heel lelijk uit op de website. Dus toen heb ik alle foto's weer in hetzelfde formaat moeten maken en toen weer opnieuw erop moeten zetten. Maar alles staat nu gelukkig. Ik moet alleen nog eventjes de prijs aanpassen en de voorraad. Maar ik ga morgen naar mijn vader eventjes de voorraad tellen en dan alles er goed gelijk inzetten. En dan woensdagavond om 8 uur komt de collectie online. Echt, ik ben best wel een beetje zenuwachtig. Ik hoop gewoon dat iedereen het super leuk vindt. Ik krijg wel echt heel veel leuke reacties erop. Maar het blijft gewoon best wel spannend. Maar goed, ik heb natuurlijk een eigen bikini webshop. Dus ik moet wel een beetje in vorm zijn om dat te promoten. Of nou, te promoten. Je bent natuurlijk gewoon je eigen reclamebord. Dus ja. Ik ga lekker sporten weer. Ik ga het helemaal oppakken. Over precies 6 weken zitten wij met die meiden lekker op Ibiza. Dus ik wil eigenlijk gewoon eventjes 6 weken heel erg hard mijn best gaan doen. Ook eventjes weer qua voeding. Want naast de kindjes heb ik dat echt allemaal een beetje verwaarloosd. Ik zie er echt niet uit nu trouwens. Maar ja, ik heb mijn sportoutfitje aangetrokken. En ik ga lekker sporten. Even een uurtje of zo. En als ik thuis kom ga ik even een vlog bewerken. Dat moet ook gebeuren. Deze vlog is echt weer een beetje van hak op de tak. Het zijn heel veel dagen bij elkaar. Het was ook echt best wel een drukke week. Of nou, vooral een chaotische week. Omdat Fiora natuurlijk online kwam. Het is nu alweer een paar dagen daarna. Ik ben de vlog nu aan het bewerken. En ik zie dat die op zich wel oké. Qua tijd is voor deze 23 minuten geworden. Alleen ik heb gewoon niet heel veel buiten de deur gefilmd. Dus dat vind ik jammer. Dus daar ga ik volgende week weer mijn best voor doen. Want dat ging de laatste tijd echt best wel goed. Maar deze week was gewoon eventjes super chaotisch. En veel aan mijn hoofd. De website staat online van Fiora. Ik heb vandaag heel de dag van 10 tot 4 inlopen pakken. Alles is wel gelukt op tijd. Dus daar ben ik echt super blij mee. Er komen nu ook nog steeds bestellingen binnen. Dus ik ben gewoon echt heel erg blij met dat het online staat. Dat allemaal is gelukt. Ik zal jullie zo meteen nog eventjes de website laten zien. Ik zal ook eventjes de website in de beschrijving zetten voor als je een kijkje wil nemen. Heel erg leuk. Ik heb voor mezelf ook nog eventjes een bikinietje meegenomen. Want ik ga dus morgen met Biba naar het strand. Zien jullie allemaal morgen. Of in de volgende vlog bedoel ik. Maar ik heb dus voor mezelf, even kijken, een bikinietje meegenomen om morgen aan te trekken. Kijk, dit is de verpakking. Die hadden jullie natuurlijk al gezien.
Ik draag trouwens van alles een maatje S. Dit is het broekje met een bedeltje. Dit bedeltje staat zeg maar voor fiore, want fiore betekent dus bloem in het Italiaans. En fleur betekent bloem in het Frans. Dus dat vond ik wel leuk. Ook omdat zeg maar mijn oma is Italiaans, kant van mijn vader. Dus dan heeft het allemaal een beetje een soort van connectie met elkaar. Maar dit is het broekje. En hier heb ik het topje. Deze is ook echt heel erg mooi, zit hij. Kijk, gewoon zo'n topje. Die trek ik morgen lekker aan, dus die heb ik even meegenomen. En ik heb er ook eventjes eentje voor Joey meegenomen. Ze vond deze heel erg leuk, dus die ga ik aan haar geven morgen. Maar ik ga bij deze wel de weekvlog afsluiten. Ik hoop dat jullie hem toch een beetje leuk vonden. Ook al is het een beetje een chaotische weekvlog. Vanaf volgende week ga ik weer lekker mijn best doen. Ik heb echt super veel zin om lekker te weekvloggen. Lekker veel foto's te maken. Leuke content en zo voor jullie te maken. Dus hebben jullie nou leuke video-ideetjes die jullie graag van mij willen zien? Let me know. Ja, ik weet niet. Ik heb er helemaal zin in. Dus ja, misschien komt het ook door het weer. Omdat het zo lekker weer is. Dat ik gewoon lekker veel energie heb. Lekker blij ben. Ik heb geen idee. Maar laat eventjes wat leuke video-ideetjes hierachter. Ik heb wel een heel leuk video-idee. Maar dat moet eventjes wachten. Want dat is pas als er een samenwerking van Naked aankomt. Dus daar moet ik nog eventjes op wachten. Maar bijvoorbeeld een leuke mukbang met een van die meiden. Een get ready with me. Ik ga over 3 weken, volgens mij, ga ik met Zoe naar Awakenings. En een paar jaar geleden heb ik toen een get ready with us for Awakenings gemaakt. Misschien dat het ook wel leuk is om dat dit jaar weer te doen. Omdat we nu gewoon heel anders zijn. Dat sowieso. Onze stijl is heel anders. Onze make-up is heel anders. Alles is heel anders. Dus misschien is dat wel leuk om voor jullie te filmen. Dit is de website. En dan... Ik hoop dat jullie het goed kunnen zien. Maar dit is de website. En dan heb je hier een stukje over sustainability. Dan heb je hier wat producten staan. Hier nog over het verzenden, het recyclen. En wat de impact daarvoor is voor het milieu en zo. En dan hier kun je aanmelden voor de nieuwsbrief. Hieronder staan alle kopjes voor alle vragen over... dit is over hoe je je bikini het best kunt behandelen. Hoe je het best kan wassen en alles. En hier is een kopje met verzenden en retourneren. Verzenden doen we... We proberen eigenlijk altijd de volgende dag. Maar als het niet lukt is het altijd binnen 1 of 2 werkdagen. Boven de €100 is gratis verzending. Dan hierboven hebben we een kopje sustainability. En daar leggen we helemaal uit waar onze producten van zijn gemaakt. Welke stoffen we gebruiken. Ook het kleine chaintje. Zeg maar hier dat dingetje. Waar dat van is gemaakt. Onze verpakking. En dan gewoon nog ja, waar wij voor staan, zeg maar. Omdat alles natuurlijk van gerecycled plastic is. Best wel leuk en interessant. Dan een kopje met swimwear. En dan heb je natuurlijk alle producten. Daar kan je een kijkje op nemen als je dat leuk vindt. Ik zou het heel erg leuk vinden als je een kijkje daarop neemt. In ieder geval. En dan hebben we nog een About Us pagina. Hier vertellen we ook een beetje over Fiore, hoe het is ontstaan. En waarom we nu overgestapt zijn op gerecyclede producten. En dan hebben we hier nog een kopje met contact. Dus als jij een vraag hebt, moet ik dit wel even doen. Ja, als jij een vraag hebt over je bestelling of een vraag in het algemeen, kan je die hier stellen. En dan wordt die naar ons e-mail verzonden en dan krijg je zo snel mogelijk bericht. Dus ja, ik ben echt super blij met hoe de website nu is geworden. En dat we het nu dus ook met gerecycled plastic doen. En ook de verpakking die wij gebruiken plaatst ook weer allemaal goede dingen. En ja, het is gewoon echt één geheel, zeg maar, qua... Alles waar we aan hebben gedacht is gewoon milieuvriendelijk en gerecycled plastic. En doen we ontzettend ons best voor om daar rekening mee te houden. Dus dat is wel echt heel erg leuk. Dus ja, ik zou het heel erg leuk vinden als jullie een kijkje nemen. Misschien dat ik in de volgende weekvlog, als jullie dat leuk vinden, wel wat meer van de collectie zal laten zien. Of in een aparte video, dus laat het eventjes weten. En dan wil ik jullie voor nu heel erg bedanken voor het kijken naar deze video. En dan zie ik jullie in de volgende weekvlog. Doei!